Drie enthousiaste medewerkers van Bibliotheek Meijerijstad starten deze maand met Boekenpraat. In Boekenpraat worden onder het genot van een kopje koffie op de locaties Veghel, Schuinel en Sint-Oederode eens per twee maanden een aantal nieuw verschenen boeken besproken. Anita van der Vleuten vertelt waarom de bibliotheek dit initiatief heeft genomen. Het initiatief hebben we genomen om onze lezers het gevoel te geven dat ze altijd heel welkom zijn in de bibliotheek. Ongedwongen van boeken te kunnen genieten. En vooral om ze te enthousiasmeren om misschien wel meer boeken gaan te lezen, maar ook eens andere boeken te gaan lezen. Hè. We hebben veel mensen die heel vaak thrillers lezen. En dat is helemaal super natuurlijk. Maar soms is het ook wel eens leuk om voor een ander genre te kiezen. En ja, daar willen we ze eigenlijk een beetje toe verleiden door op een hele ongedwongen manier, met een kopje koffie erbij, gewoon boeken die wij gelezen hebben, eens te kijken van hé, misschien vind ik dat ook wel heel leuk om te lezen. Dus puur om ze te enthousiasmeren en ja, te kijken of ze dat ook leuk vinden. Wij lezen de boeken zelf, dat we kunnen proberen om aan te geven goh, waarom het spannend is of waarom het leuk is om te lezen. Dus dat kunnen ze verwachten. We houden er ook heel erg van als er input vanuit de klanten komen. Maar vooral om ze ja, te laten zien dat er ook op andere manieren gelezen kan worden en dat ze daar gewoon nog steeds veel meer enthousiast van worden dan ze al zijn vaak. Ik zie vanmiddag alleen maar vrouwen, maar de mannen zijn ook welkom. De mannen zijn van harte welkom, heel graag zelfs. Ik zal alvast aangeven, onze volgende boekenpraat is in april, op 11 april, donderdag 11 april van 2 tot 3 in de bibliotheek in Sint-Oederode. Op donderdag 18 april van 10 tot 11 in onze bibliotheek in Veghel. En op donderdagmiddag 18 april van 2 tot 3 in de bibliotheek in Schijndel. Als het aan de deelnemers ligt, komt er zeker een vervolg op deze eerste boekenpraat. Ik vond het geweldig. Het is heel leuk om wat tips te krijgen van nieuwe en andere boeken als je gewend bent om te lezen. Ja, ik vond het gewoon geweldig. Van, het zijn gewoon eens een keer wat andere dingen als die je gewend bent te lezen. Ik zit wel bij een leesclub, maar ja, dit is dan toch weer wat anders. Voor wie niet kan wachten op de volgende boekenpraat, is hier alvast een tip die deze editie op tafel kwam. Van Kristen Hanna heb ik Aan het einde van de wereld. En wat ik hier bijzonder aan vind, is de liefde van een moeder en een dochter voor vader en echtgenoot. Die behoorlijk trauma heeft opgelopen in de oorlog in Vietnam. En ja goed, ze reizen eigenlijk naar alle hoeken van de wereld om hem het geluk weer te gunnen. Uiteindelijk komen ze in Alaska terecht, aan het einde van de wereld. Maar de liefde die daar uitspreekt, de liefde voor het land, de hechte dorpsgemeenschap en ja, vooral ook Kristen Hanna, hoe mooi ze beschrijft hoe het daar is. De karakters heel erg goed uitdiept. En ja, je krijgt gewoon het gevoel dat je erbij wilt zijn. Je hebt er gewoon echt heel erg beeld bij. Dus dat vind ik echt absoluut een aanrader. Lees lekker. Dus die zou ik ook goed aan kunnen raden.